Thuis aangekomen hielp Storm zijn moeder met het versjouwen van de boodschap. Met zijn armen om een zware plastic tas geklemd, liep hij zo snel mogelijk van de auto naar de keuken. Er was geen tijd te verliezen. Hij wilde terug naar de autowasstraat. En wel nu. Er was daar een ridder. En hij wist niet eens dat ridders nog bestonden. Misschien mocht hij wel even op het paard zitten en het zwaard vasthouden. Dat zou gaaf zijn. Hij zette de boodschappen met een plof op de grond en rende de keuken uit. Terugkomen, zei mama streng. Eerst je kamer opruimen, hadden we afgesproken. Stampvoetend ging hij de gang door. Die stomme kamer ook. Boos duwde hij zijn slaapkamerdeur open. Overal stonden half uitgepakte verhuisdozen. En de hele vloer lag bezaaid met speelgoed. Als hij dat allemaal netjes moest opruimen, kon hij de ridder wel vergeten. Dus schoof hij alle autootjes en bouwblokjes en viltstiften en robots, hup, onder zijn hoogslaper. En stapelde er de verhuisdozen voor. Zo, dat was gefixt en nu gauw wegwezen. Hij rende de gang door, riep, ik ben klaar, en vloog de voordeur uit. Hij had een spiksplinternieuwe fiets, een blauwe, een sportfiets, een hele snelle. En op die fiets reed hij als een speer de straat uit. Hij had goed opgelet toen ze met de auto terug naar huis gingen en hij wist dat de autowasstraat niet ver weg was. Met de brandende zon in zijn gezicht trapte hij hard op de pedalen. Hij zette zijn fiets in de derde versnelling en in de vierde en de vijfde. En toen was hij er ineens. Het grijze gebouw zag er verlaten uit. Er waren geen auto's meer te bekennen en er zaten grote luiken voor de in- en uitgang. Teleurgesteld fietste Storm een stukje om het gebouw heen. Hij kwam langs het loketje, maar er was geen rook te zien en ook geen haard. Achter het gebouw bevond zich een grasveldje met een paar struiken en bomen. Maar geen paard, geen ridder, niks. Hij fietste de laatste hoek om en kon het fietspad terug naar huis al zien liggen. En toen viel zijn oog op een deur. Een rode deur in de zijkant van het gebouw. Misschien was die wel open. Hij zette zijn fiets tegen de muur en liep naar de deur. Er stond een eenzame bloempot naast met een verpieterd plantje. Hij stak zijn hand uit naar de deurknop. En op dat moment vloog de deur met een zwaai open. Hij slaakte een kreet en viel pardoes achterover. Iemand anders gaf ook een gil en die iemand anders belandde precies bovenop hem. Hij verstijfde van schrik en keek toen in twee grote groene ogen.